Goeiedag, en ons kuier vandag oor het thema van die my planne nie uitwerk nie, en dan die gevolge, die verwyd, en dan met een oplossing, vrede. Johannes 20 vers 21, kom ons lees dit saam. Jezus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Hy herhaal dit. Ons kan een lang lys maak van redes en oorsake as my planne nie uitwerk nie, wat verwyd of ontevrede, of hartseer en teleurstelling veroorsaak in elke mens op aarde se lewe. Niemand spring dit vry nie. Ja, party minder en ander meer, dis waar. Dit is hierdie onverwerkte gebeure of oorsake of verlies wat verdere skade aanrig in ons verhoudings, in die werksplek en in ons huwelik ensovoorts. Ons probleem is dat ons nie altyd die oorsake kan verbind met die emosie wat ons nou ervaar nie. Jy sien hierdie, namelijk die gebeurtenis nou, gaan altyd oor daardie, een ander gebeurtenis. In Engels sê dit makkelijk, this is always about that. Ons bitterheid, teleurstelling, verwyd het een oorsaak. En alle gedrag, ons optredes, reaksies, selfwaarde, woede, verwyd enzovoorts, kan verduidelik word. Nie makkelijk nie hoor. Die meeste is van mening dat die enigste en sterkste emosie waarmee ons gebore word vrees is. Het is geen wonder dat Jezus dikwijls gesê het, moet nie vrees nie en my vrede gee ek aan julle. En in die tyd van lente het ons oor heel wat besin omtrent ons leven hier op aarde. Vandag vra ons mekaar of ons leven een van verwyte is. Dalk ontdek ons hoekom en hoeveel skade verwyte aangerig het en nog steeds aanrig. Ons uitdaging echter is om te ontdek of ons kan oefen om vrede te ontvang, of kan ons sommer so vrede ontvang op bestelling. Kom ons sê so. Christus se offer as lam van God, sy opstanding uit die dood was 100% voldoende om vir jou en my sy geregtigheid te skenk en ons as regverdig te verklaar. Daar is niks wat ons kan bijvoeg nie. Om as aanvaardbaar vir God verklaar te word, het aan die kruis gebeur, toe Christus gesê, tetelestai, wat sê, dit is volbring, het hy daarmee verklaar, dat hy alles gedoen het wat nodig was. Maar, om fiks te wees vir die lewe, hier en nou vandag, is wat saak maak. Een kwaliteit lewe, waar ons geskiedenis en ons verliese nie die stuurwiel het nie. Een lewe waarin ek nie my man en vrou en kinders, werkgewer, werknemers, of ander straf met my pijn, woede, en verwyte nie. Dat ek meer vijande as vriende maak. As Paulus sê dat hy vervolmaak die leiding van Christus, is dit nie die kruisgebeure nie, maar dat die kruisgebeure sy oorwinning en voordeel deur hom beleef en geleef word en so dit voltooi en vervolmaak wat hy vir ons gelei het. Dit gaan nie om daarom dat ons maar moet lei of dat ek maar net een mens is of elke huis het sy kruis nie. Nee, dit gaan eerder om Romeine 12 vers 2. Laat God julle verander. Hoe? Deur julle denke te vernuwe. Dit is die enigste manier om die veranderings en die transformatie wat God in Christus beloof het te ervaar vir jou lewe hier, nou, vandag. Vernuwing van denke is die proses waar die God ons verlos van pijn en na een nieuwe lewe en een realiteit in Christus bring. Hy gee jou een nieuwe hart, een hart wat gesond word, omdat hy gevoed word met die Here se waarheid. Sy heerskappy en nie my lewenservaring nie. Waar Christus in die middel staan en nie die ek of hulle nie. Spreuke 17 vers 20 sê, die een seer gemaakte hart vind nie die goeie nie. Een ander vertaling sê, een bose hart is oor almal agterdogtig en al val constante moeilikheid. Jezus sê, gelukkig is die mens wat vrede maak. Vrede is moontlik as ek vrede maak. Selfgemaakte geluk is die gevolg van die proces om jou te onderwerp aan die beginsels van die woord en dit toe te pas, te sê, te bid, te doen, totdat dit soos gereedskap word wat vrede maak. Vrede is nie net om wapens neer te leen nie, maar om te handel met die dit of wat of wie jy verwyd. Ook jouself. En jy moet ophou, verwyd. Indien ons aanhou om te dink en te reageer vanuit ons faalverbeelding van ons verlede, kan geen verandering plaasvind nie. Ons sal ons hart aanhoudend terugforceer in sy stikkende seergemaakte toestand,
om een nieuwe leven te leven, mag dan voor onze kaartje hemel toe krijgen, maar dat kan een rove en pijnvolle ritsen toe wees, zonder vrede. Het is onnodig. Tenzij ons die manier waarop ons denkt die verander nie, is ons voor altijd gedoemd om in die donkerte van ons oude leven van verwijt en pijn te leven. Waar ons zonder vrede leven in alles en allemaal, en zelfs ook die Here daarvoor die skuld gee, omdat ons nie ons doel bereik het, of dan benadeel is en denk allemaal op iemand om ons. Als ons soos daar die oude mens met zijn oude percepties denk, zal ons net so voel en optree. Dit kan niet erger worden. Dit is niet zozeer om die slechte dingen niet te vertroetel, nie maar om soos Filippense 4 vers 8 sê, alles wat lieflijk en loflijk is, wat tot voordeel is, bedenk dit. Filippense 4 vers 8 in Engels sê, think the best, is in die message, think the best, not the worst, the beautiful, not the ugly. Think to praise, not things to curse. Put into practice what you learned from me, what you heard. Do that, and God who makes everything work together will work you into his most excellent harmonies. Is dit nie prachtig nie? Dit is ook om die regte afwezige gedagtes teenwoordig te maken. Om over jezelf te sê wat je koning Jezus oor jou sê. Dat jij een nieuwe mens in Christus is. Die oude dinge het voorbij gegaan en alles het niet geword. Mag jij opnieuw die Here se vrede ervaar die jou denken te vernieuwen. Lees die woord. Luister aanhoudend daarna. Jij zal ontdekken wat goed is voor jou en wat jou gelukkig maakt en dat je geheel en al door hom aanvaard wordt. Hij gee net die goeie voor jou, namelijk sy shalom, sy vrede. Wat in Jeremia 29:11, waarborg hy ons dit? Want ik weet wat de gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en niet van onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee. Mag jy hoor dat God sê, hy dink gedagtes van vrede vir jou leven. En ons sê vir u vir hierdie dag, en laat die gebed wees aan die einde van ons gesprek. Shalom, mag je die vrede van God in jou hart ervaren.